Dat moment dat je nog niet eens rustig je afleveringen meer mag afsluiten omdat er stomme vijanden in de buurt zijn. Ugh. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering, zoals ik al zei in de, voor de intro, ik mocht nog niet eens rustig meer mijn game even rustig even door een vloer heen gaan en zeggen van, goh, dat was even paniekerig. Ah, nee, het moest zo snel mogelijk in één keer tot er twee van die vervelende vijanden aankwamen die in één keer onze, afsluiting eventjes bombarderen. Maar goed, we zijn in een soort van shower room terechtgekomen. Er zitten heel erg veel Spuddy, Bulborb zitten hier. Dus, laten we ze maar killen dan, hè. Waarom ook niet. We kunnen heel rustig langslopen. Hopelijk vallen er geen stenen hier naar beneden of iets. Oh, er zitten er hier drie zelfs. Hoi. Dus dit is eventjes gewoon... Weet je wat, maak hier heel even een fast forward van. Want dit is eigenlijk alleen maar rondlopen en, Dwarf Bulbear, Bulborbs killen. Dus maak even een fast forward van. Oké, volgens mij waren ze dat allemaal. En ik heb maar één treasure gezien. Dat is teleurstellend. Oké. Dat is wel weer teleurstellend. Oké, nou, had ik trouwens hier nog een paar liefjes tussen zitten? Volgens mij niet, hè? Nee. Ja, een paar paarsen die zitten nog in de hoekjes, maar... Wacht, wat zit hier nog? Oh, wacht. Zit hier? Ik weet echt dat hier een secret in de buurt zit. Dat is gewoon nectar. Zal die wel reageren op diegene die erachter in de hoek zit? Ja, daar reageerde die op. Oké, nou laten we dat blik er maar gelijk meenemen. En als dat de enige treasure is, dan ben ik best wel teleurgesteld. Aangezien dat het best wel pittig was om iedereen te gaan komen in verband met twee van die bombeesten. Oh, en ja, daar gebruik ik toch echt heel erg graag die paarse potions op. En ik heb er nog maar drie, dus... kan gevaarlijk worden. Nou, oké, jullie nemen het sardineblik mee. We hebben ze allemaal verslagen. Dit kan namelijk heel erg vervelend zijn als je dus hier aan het rondlopen bent en je hebt er nog eentje heb je laten leven. Dan heb je zoiets van, heb ik alles wel eens meegenomen, weet je? Neem het allemaal mee, joh. Maakt jullie het uit. Neem het mee. Volgens mij ligt er maar één treasure hier. Het zou zonde zijn, maar iets zegt mij dat het maar één treasure is. Japanse, Chinese empty space container. Weet ik veel. Ja, hij is leeg, zoals we lopen. Oké, het was inderdaad ook mijn één treasure, dus dan kunnen we gelijk doorgaan. En dankzij die fast forward hebben we toch wel wat tijd bespaard. Maar jeetje, er waren veel bulborbs. En stomme vijanden op het einde van de vorige aflevering. Yeah. Ik haat echt, dat is mijn minst favoriete vijand in Pikmin. Echt serieus, ik haat die bij. Oké, sublevel 9. Is dit weer eventjes een moment of peace? Nee. Oké, we zitten nog steeds in een showergebied. En we hebben hier poison. Oh, die zitten hier. Oh, en we hebben vliegvee. We hebben waterphysics. Oh boy. Voorzichtig. Ik moet heel rustig. Oh, ik moet mijn witte Pikmin hebben. Ik moet mijn witte Pikmin hebben. Jongens, ik moet mijn witte... Sorteren eens even... Even gunstig sorteren, jongens. Nou, hier kan ik het wel mee doen. Hier kan ik het wel mee doen. Verzamel jij even alle Pikmin. President, maak jezelf nuttig. Oké, goed. Maakt niet uit dat daar nog een paar witte tussen zitten, maar het gaat heel eventjes over... Ja, maak maar even een bom, maakt mij niet uit, want ik vlieg hier toch eventjes snel weer vandoor. Oké, dus... Dat wordt met paars ook nog eens een keer aanvallen. Oh, dit... Oh, kapitein... Nee. Dat is een kapitein sweeper. Oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Jij blijft bij mijn Pikmin weg. Ja, gooi het daar maar mooi in het water. Gooi het daar maar mooi in het water, hebben wij er geen last van. Oké, dan pakken we even dit. Zo... En we kunnen deze even opengooien. Is er nog meer poison? Volgens mij niet. Nou ja, aan de andere kant, daar zit een bombbeest. Deze die kunnen we zo meenemen. 19 zat? 19 zat. Met een beetje geluk...
kunnen we dit heel slim en simpel aanpakken. Als de treasure tenminste mee wil werken. Ik bedoel, we hebben de witte Pikmin, dus op zich kan er wel weer unlocking. Ja, leuk. Dus, oké, hij heeft nog geen bom geproduceerd. Dus als we nou heel snel hier deze meenemen. Witte Pikmin zijn sneller dan hem. Dan hoeven ze nog niet eens te verslaan. Als dit alle treasures zijn, dan kunnen we gewoon hier weg. Dan hoeven we nog niet eens moeite te doen. 55, oké. Maternal Sculpture, juist. Er zijn hier geen treasures meer. Oké. Ja, die staan daar nog veilig. Ik loop gewoon om jou heen. Wegwezen hier. Dat ging snel. Oh, de best generation ooit. Oh, ik hou van die random generator op sommige momenten. Oh, dit is fijn. Dit is fijn. Hier kan ik mee leven. Oh, dankjewel. Dankjewel, spel. Oké, sublevel 10. Safe zone. Boss battle. Nog erger. Volgens mij weet ik welke baas dit is. Tot je weer die ding is. Oh, nee. Ik weet toch welke dit is. Oh, deze is lastig. Ja, ik wilde toch een doen met de paarse Pikmin. Oh, dit is die krap, hè. Oh, boy. Zolang ik rode potion kan gebruiken. Alles is een flower. Oké, laat me komen. Oké, dit is de, weet ik veel hoe dat die heet, krap. Wat hij gaat doen is, hij gaat rollen. En je wilt zorgen dat hij tegen de muur aanrolt. Als hij tegen de muur aanrolt, dan zullen er dus heel veel stenen gaan vallen. Dan wil je zeker maar uitkijken. En dan is hij dus zeg maar op zijn rug. En dan wil je dus zoveel mogelijk Pikmin op hem gooien. Want dan laat hij dus zeg maar zijn zwakke plekje zien. Oh boy. En die rolaanval, die instant killt dus zeg maar al je Pikmin. Doe eens even rollen, jongen. Ja. Jij houdt van rollen, hè? Oké, dan willen we dus zo snel mogelijk hier wegwezen. In verband met die vallende stenen. Dat kan nogal lastig zijn. Oké, gooi. Ah, ik gooi ze weer niet goed. Waste of purple potion. Hé, hey, wil je ze niet zo tegen die dingen aanknallen? Dat doet pijn, ja? Oh, er staat er daar eentje helemaal alleen. Daar ben ik niet groot fan van. Oké, die knalt daarop. Mooi, stenen die vallen. Maakt niet uit, even nou geen potion dan. Maakt niet uit. Nou hebben we hem goed. Oh, kijk, dat doet lekker veel schade. Oké, kijk uit jongens, kijk uit. Oké, even potion. Ah, waarom niet bots? Doe bots. Oh, nee. Oké, goed zo. Gooi ze erop. Oké, goed zo. Dit gaat lekker. We zijn één paarse kwijt. Oh, dat is minder. Ja, rollen. Kom op. Doe mijn potion tijd. Oh, niet in een hoek. Oh, snijkbobels. Ah, hier kan ik hem niet raken. Nou ja, toch wel, misschien. Oké, hij is bijna dood. We hebben hem bijna. Nee. Verzamelen, jongens. Oké, daar komt hij aan. Nee! Oh, hoeveel waren dat er? 2, 1, eentje. Kom op. Met twee paarse. Oké. Oh, zoveel geluk. We zijn twee paarse kwijtgeraakt. Oh, dat beest is stressvol. Oh, ik dacht echt dat ik kapot zou zijn gegaan door die steen. Dat is creepy. Ik dacht echt dat ik kapot zou zijn gegaan door die steen of iets, maar gelukkig is dat niet gebeurd. Oké, nou jullie nemen gewoon alles maar mee. Oh. Dus in totaal 6 Pikmin kwijtgeraakt. Want we hebben namelijk zo'n bloem nog gevonden of iets. Creepy! 670 poko's, dat is veel waard. Silencer, ja inderdaad. Ik vind het doodeng zeg. Oké, nou we hebben hier alle treasures gevonden. Dit was de Chaos Cave. Nog even de bos even verzameld. Wegwezen hier. Wegwezen uit het spookhotel. Weg! Ik wil het niet meer zien! Ja, echt een nieuwe power-ups zullen we dus nou niet meer krijgen. Aangezien dat alle power-ups wordt al verwacht dat je dat dus op dit moment hebt. Oké, we hebben alle treasures. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. 6 Pikmin kwijt. Op zich niet verkeerd voor een ultimate dungeon. Oh, dit was stressvol. Heel erg stressvol.
Oké, terug bij The Wistful Wild. Nou hebben we dus meer, als ik me niet vergis, we zijn 2 paarse kwijtgeraakt. We hebben er 5 bij gekregen. Dus volgens mij hebben we nou wel 100 paarse Pikmin. Dus kunnen we gelijk eventjes die treasure even meenemen. Dus we zitten nog vrij begin op de dag. En we willen toch alles weer eventjes regroupen. Om te kijken hoe dat we alles gaan doen. Dus op het moment dat we daarmee bezig zijn, ga ik eerst even alle Pikmin eventjes terugplaatsen. Nee, terug. Even alle Pikmin even terugplaatsen. Pakken we allemaal paars en dan gaan we nog heel eventjes kijken hoe dat we de rest van de dag eventjes gaan vullen. Witte die mogen erin. Heel mooi. De rest van de paarsen mogen eruit. 100 paars, hè? Mooi. Want deze treasure die gaat enorm langzaam. Vergeet niet, paarse Pikmin die zijn niet zo snel met carryen van stuff. Zeker niet als dat ze lief zijn. En nou ja, we kunnen even kijken of we hier eventjes wat nectar uit kunnen halen. Zou wel fijn zijn. Kom op. Ja, nectar. Nog eentje. Ja, nog eentje. Oké. Goed. Nou, die treasure die we dus mee willen nemen, die ligt hier ook toevallig gelijk hier. En daar hadden we dus die 1000 Pikmin voor nodig. En daar heb je dus echt een heel team nodig van 100 paarse Pikmin om die dus op te kunnen dragen. Op te kunnen tillen. Oké, die nemen ze mee. Ziet er interessant uit. Maar deze gaan enorm langzaam. En dat moment wil ik eigenlijk dus gaan gebruiken om 1 kapitein bij basis te hebben. Omdat het zo langzaam gaat, zit het gelukkig heel erg dicht bij basis. En dan gaan we heel eventjes kijken hoe dat we de rest van de dingen aan gaan pakken. Want vergeet niet, het is maar 1 treasure. Die eieren die zijn ook weer gespawnd, dacht ik zo. Even kijken hoor. We moeten daar sowieso hebben we wat bulbs. Hier kunnen we niet in, dus dat is dan de... Of kunnen we hier wel... Oh jawel, hier hebben we blauwe voor nodig. Hier hebben we blauwe voor nodig om dat hekje open te maken. En daar zit ook nog het een en ander wat we kunnen doen. Dus we hebben blauwe nodig. Hier hebben we een Tech Delta team voor nodig. En daar hebben we ook blauwe voor nodig. We gaan heel veel blauwe nodig hebben, zo te zien. Kunnen we dit leeg laten lopen? Je kunt er een brug maken, zo te zien. Ik denk dat we daar met 100 blauwe even aan de gang gaan. Daar hebben we ook... Oh, Poison Gate. Ook nog eens een keer. Dus daar moeten we dan wit over voor meenemen. Hier moeten we wit over voor meenemen. Interessant. Veel vijanden hier, dat zeker. Nou, we gaan gewoon ons best proberen te doen en zoveel mogelijk mee te kunnen nemen. Dus ik wil wel weer zo snel mogelijk terug voordat die treasure er is. En dan gaan we dus met 100 blauwe Pikmin aan de gang. Om dus zoveel mogelijk vijanden aan de kant te kunnen schuiven. En om ervoor te zorgen dat we dus zoveel mogelijk progress hebben. Zodat we nog naar een van de... naar de ene laatste cave kunnen gaan. Dat zal op zich wel een goede dagindeling zijn. Hier moet je kijken. Ondertussen hebben we alles geëxploreerd. Zijn ze er nog niet eens. Oké, nou gooi je... Ik zie jullie in een seconde. Nou, dat duurde een eeuwigheid. Oké, dit ding is 3000 Poco zwaard. Doomsday Apparatus. Whatever. Waar zijn nou... Ik weet niet hoe dat ze in één keer daar teleporteren, maar dat maakt niet echt zoveel uit. Goed, alle paarse die wil ik dus heel even terug hebben. En dan gaan we dus met 2 teams van blauwe aan de gang. Dus de ene team die gaat aan de ene kant werken en de andere team gaat aan de andere kant werken. Waarom ook niet? Dus zoveel mogelijk blauwe, we hebben er maar 99. Maakt niet uit, doen we het mee. Nou hoop ik dat ze allemaal blauwe zijn. Nee, ik zie heel veel leaves. Oh boy. Hebben we daar nog nectar liggen? Ja, we hebben daar nog nectar liggen. Goed. Dan nemen we dit even mee als nectar. En dan gaan we heel eventjes wat Pikmin voor jou gooien. Ook even een paar leaves voor jou. Wel eventjes goed gebalanceerd is. Oké, nou ik denk 52 voor dit team. Ja, ik vind het goed. Goed, dan willen wij dus zo snel mogelijk hier naar boven toe gaan. En weet je wat, dit team gaat aan de brug werken. Dit team gaat gewoon aan de brug werken. Dat lijkt mij het makkelijkste. Jullie heel eventjes killen. Jullie zijn veel te makkelijk. Daar ben ik blij om. Makkelijkheid is ook een feit. Oké, en nou hebben we dus hier die yellow wallywalk waar we dus voor uit moeten gaan kijken. Hallo. Wil je mijn kant op springen? Dankjewel. Oké, gewoon even wat Pikmin erop gooien. Nieuwe Pikmin erop gooien. Jullie terugfluiten. Oké, goed.
beste attack ooit. Oké, dan moeten we dus heel voorzichtig zijn dat we daar niet gepoisoned worden. Gewoon Pikmin erop gooien, hoop ik dat dat werkt. Hoort zo. Oké. Dan hebben we hier nog een Fiery Blowhawk. Gewoon Pikmin erop gooien. Dat werkt net ook heel erg goed, dus dat doen we nou weer. Want ik bedoel serieus, ze zijn in het water. Ik weet niet of dat echt nut zou hebben dat of Pikmin echt kunnen branden in het water, maar... ik ga het niet uitproberen, laat ik het zo zeggen. Oké, nou, jullie kunnen in ieder geval verwerken aan deze brug. En dan gaan we heel eventjes naar team president. Waarom ook niet. En die gaan dan heel eventjes kijken of we daar alvast aan dat ene muurtje daar kunnen gaan werken. Dus kunnen we alvast een beetje de wegen openen gooien voor de volgende dag als we daar, naartoe willen gaan. Er zit dan wel een vijand. En ook deze kunnen we alleen maar aanvallen met blauwe. Dus kunnen we wel swarmen. Die hebben we al eerder gevonden. Hi. Goed zo. Swarm hem. Swarm for the win. Laat hem niet terugkomen. Goed zo. Mooi. Oké, dan kunnen we nou hier aan beginnen. Hoe ver is de brug? Oh, de brug is al klaar. Dan kunnen we wat witjes even gaan pakken. Waarom ook niet? Aangezien dat die anderen nog steeds bezig zijn met de brug. Ik denk dat ik dan heel even ga wacht even, laten we eerst even door het water heen gaan lopen om te kijken of er echt niks meer hier in het water ligt. Misschien ligt hier nog een treasure of zo, weet je, weten wij veel. Dat was ook geblokkeerd of weer. Ja, dan moeten we ook. Dit is poison. Ja, hier hebben we heel veel witte voor nodig. Misschien. Is het niet zo'n verkeerd idee om eigenlijk hier eventjes een hele squad van wit op te gooien? Ik bedoel, we hebben nog tijd zat. Dus laten we dat, ja, laten we dat maar heel eventjes gewoon kunnen doen. Laten we gelijk even zeggen van hoppakee, witte erop. Zo snel mogelijk, dan komt alles wel goed. Oké, dan gaan we eventjes terug naar team. Team basis. We mogen deze blauwe, die mogen dan lekker van hun rust genieten. Waarom ben jij niet mee geweest, jij luie blauwe Pikmin? Jongen, zeg jij Snorlax. Oké, nou, van. Ik denk dat zoveel witte wel eigenlijk een goed idee is. De dag is nou toch bijna voorbij. Kom maar. Allemaal flowers, mooi. En het grappige is, hier hoef ik dus niet bang voor te zijn, want witte zijn de snelste Pikmin ooit. Dus hier kan ik gewoon in één keer mee naartoe lopen. Zonder dat ik bang hoef te zijn dat Pikmin achterblijven of dat ik heel eventjes moet zorgen van... jongens, schiet nou toch eens een keer op. Dit gaat echt lekker snel zo. Oké, nou, heel voorzichtig hier. En dan hebben we daar... Oh, Spottybomb. Ik haat de beesten. Oké, nou, jullie gaan even hier aan werken. Jij ook. Hoe ver zijn we hier? Oh, jullie zijn ook klaar. Mooi. Als het niet vergis, kunnen we namelijk hier het water weg laten lopen. Ja, dat kunnen wij. Alvast extra... progress. Dit gaat lekker snel zo, jongens. Daar ben ik blij om. En hier zouden we eventueel nog potions kunnen farmen. Maar zoals ik al zei, we gaan niet meer aan berries lopen farmen. Omdat, daar heb ik gewoon geen zin in. We gaan er gewoon nou een beetje tempo in gooien. Want we zijn bijna bij het einde van de let's play. Dus een beetje uitdaging kan geen kwaad. Nou oké, het water hier is nou weg. Dan kunnen we jullie even alvast even gewoon afmaken die hap. Niks daarvan. Voor jou hoeven we niet bang te zijn, want jij, Oké, daar hebben we dadelijk de schelen voor nodig, voor die andere. Oh, Flying Shigrap! Flykiller die af. Ik hoorde een weer. Iedereen safe? Iedereen is safe, goed zo. Wij hebben nog geen preventie tegen waterspuit druk of zo, weet ik veel. Oké, ligt hier nog ergens een treasure die we mee zouden kunnen nemen? Nee, jongens, die nemen we niet mee. Kom. Dat gaan we niet doen. Hebben we hier nog ergens een treasure? Oh, die andere is klaar. We willen die beesten niet wakker maken. Ik denk dat we dat mooi voor de volgende dag gaan bewaren. Dan hebben we dus paarse en... witte, denk ik. Oh, er zit er ook nog eens een keer zo'n vliegbeest tussen die bol. Oh boy. Oké, dus we hebben witte nodig. Voor iets op te graven, denk ik. We hebben paarse nodig en we hebben gele nodig. Heb ik hier alles bij me? Ja, ik heb alles bij me. Dus ik denk dat ik deze dag gewoon netjes af kan sluiten. Dus dat doen we dan mooi voor de volgende dag. Dus laten we de dag maar mooi gaan afsluiten.
Nou, we zijn allemaal weer samengekomen. Op zich hebben we best veel voor elkaar gekregen weer op zo'n dag, hoor. Ik ben trots. Eigendunk. Ah, mag wel een beetje. Ah, dat beest. Ik haat dat beest. Ik hoor hem. Hij bombardeert gewoon ons schip. We zijn er niet eens op zo. Lekker vriendelijk hoor, zo'n enorm aanvalspatroon. Maar ja, we hebben Louis nog steeds niet gevonden. Maar we hebben wel al een cave gevonden en dus een enorme grote treasure. Dus op zich ben ik wel tevreden over de productiviteit van vandaag. En moet je kijken, hoeveel zoveel cash. Bijna 5000 poco. Bijna gewoon, dit is dus bijna gewoon 50% van je loon, of van je, die lening die je terug moest betalen. Gewoon één dag in de Wistful Wilds. Oké, nou, we zijn wel wat Pikmin kwijtgeraakt. Dat is wel een beetje nadelig. We hebben in totaal precies nog 100 Pikmin. We hebben geen Pikmin achtergelaten. Toch? Nee, eentje zijn we kwijtgeraakt. Ja, die paarse die is dus... Ja, Sunset nog steeds 0. Nou, we zitten op 66. We zitten nog onder die 100. Ik wil onder die 100 blijven. I am so lonely. I want a friend that will listen to my troubles. I want to meet someone like you. Contact me at... bla bla bla, Pikmin 2. Oké, spam vraagteken. Creepy mail is creepy. Maar goed, daarbij wil ik het dus gaan laten bij deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we dus weer terug naar de Wistful Wild. Gaan we dus kijken of we die tweede cave kunnen vinden en of we de final cave kunnen vinden. Dat zullen we dus allemaal zien. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je er natuurlijk tijd voor hebt. En ja, tot de volgende aflevering weer. Bedankt voor het kijken jongens, bedankt voor de leuke support. En tot de volgende video. Doei!